Mark, goedenavond. Hey. Goedenavond. Van waar ben je ergens eigenlijk? Ik ben bij een kapelle bij Antwerpen. Ah ja, ik heb daar ook nog gewoond, dus ik ken de streek wel vrij goed. Okay. Mark, hoe was het de set hier op Lollipop? Heel leuk, het ging heel goed los. De zaal stroomde goed vol als ze moest beginnen en ja, het was sfeer van begin tot einde, dus altijd leuk, hè. Next to me, I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness. Is het het eerste jaar dat jij op Lollipop staat? Of, Ik heb hier al 2 of 3 keer al gedraaid, denk ik. Maar altijd heel leuk, ja, weet je, meestal de zee gaan altijd los, dus... Ja, echt leuk om te draaien. Blijft gewoon de max na al die jaren. Ja, het blijft de max. Zeg, en komt er een nieuwe single van jou uit? Ja, is juist online gekomen, My Own Revolution. Dus zeker even checken op YouTube. Wordt gereleased 28 juli. Ik kan hem nu al in pre-order bestellen. En fantastische track, hè. Ik ben er enorm trots op. Dus, en de reacties zijn momenteel al zeer, zeer, zeer goed. Dus kan ik alleen maar blij om zijn, hè. Hoe lang ben je nu al ongeveer DJ? 25 jaar. Zoiets, ja. Verder nog dingen waar je in het dagelijkse leven beroepshalve mee bezig bent? Mijn dochter en mijn vrouw. Dat is ook een job op zich. Fulltime, zegt. Fulltime. Nee, ja, vooral muziek maken tijdens de week. Tracks maken duurt iets langer dan mensen soms vermoeden. Omdat... Ze denken dat dat op knopjes duwen is, maar je weet, er komt heel veel creativiteit bij te kijken. Ik ben eigenlijk een van de gelukkigen, de weinige gelukkigen die van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken. Dus daar ben ik zeer dankbaar voor. We veronderstellen dat jij wel natuurlijk zeer populair bent. Ja, ik zie dat zelfs zo niet. Ik ben er zelfs niet mee bezig. Maar het is wel zoals wij eender waar rondlopen, is het nu in Plopsaland of in de Zoo in Antwerpen, komen altijd wel mensen iets vragen voor een foto of een aantekening. Dus, maar ja, dat hoort er nu helemaal bij, denk ik. Hè. Iedereen herkent jou. Toch heel veel, ja. Absoluut. Sta je nog op een ander festival deze zomer? Of festivals? Een paar, hè. Dus Tomorrowland komt er nog aan. Decibel. Er komt nog veel aan eigenlijk. Hè. De augustus zit nog echt heel, heel goed vol. Het is zoveel om op te noemen. Ik had in totaal meer dan 32 festivals bevestigd deze zomer. Dus ik heb tot nu toe al een drukke zomer gehad en het blijft duren. Dus ja, superleuk. Heb je tijd voor een beetje vakantie te nemen? Nee. Nee. Geen vakantie dit jaar? Ik heb sowieso al vliegangst, dus dat is al een probleem. En vakantie. Wat is vakantie? Hè? Je blijft werken, je blijft bezig. Dus nee, voorlopig niet. Oké, dankjewel Mark. Ja. En tot volgend jaar. Oké, graag. Tot ziens. Gelukkig, hè.